Alweer zo'n bord gevangen, Jelle. Wat en waar een keers en bril, zo de uil niet zien en wil. Geloof jij dat die vroeger land geweest is, Jelle? Nou, ze zeggen dat er tussen Urk en Overijssel nog heel wat dorpen geweest zijn. Hier ergens moet Espel gelegen hebben. En waar ons net straks bleef haken, er is vast en zeker een kerkhof geweest. Nou, ik zeg maar, zee is zee. Het bord is goed voor die lui die hier weer land willen gaan maken. Die vissen hier ook niet lang meer. Hoe is het laatste monster? Zand, zand en nog eens zand. Een slecht stukje grond, meneer. Ja, de dijk zal dan toch wel anders komen te liggen. We kunnen dat zand beter buiten de polder laten. Wat deze baggermolen uitvoert, die ligt ergens in het IJsselmeer enkele meters boven het gebied dat straks polder zal zijn. Hier in volle zee worden op een meter nauwkeurig de kanalen gegraven die straks de polder zullen doorsnijden. De uitgebaggerde vruchtbare klei wordt gebracht op gedeelten waar de bodem te zandig is. Waar straks een dorp zal komen, wordt de bodem uitgebaggerd. Bij het baggeren der kanalen komt uit de diepere lagen veel zand vrij en hiermee wordt een stevig fundament gestort voor het toekomstige dorp. Dat harken ze wel weer op als straks de polder droog valt. Nog enkele ogenblikken, dames en heren, en de laatste grijper keileem zal in het gat worden gestort. De dijk is gesloten. Urk is geen eiland meer.
Een vol jaar moesten de motoren van de gemalen dag en nacht draaien voordat de polder droog viel. 1,5 miljard kubieke meter water moest worden weggepompt. Dit is het korte bulletin. Vandaag is een begin gemaakt met de ontginningswerkzaamheden in de drooggevallen Noordoostpolder. Nou, daar gaat hij dan, Piet. Ons 10.000ste monster van het jaar. Jammer dat er 6 uur in de omtrek geen levende ziel is om ons te feliciteren. Bandje sloef, vette sloef. Nou, dat wordt weer een goed stukje voor de ontginners. Voor vandaag ons laatste monster, Piet. Anders komen we voor donker niet meer weg uit de Rimboe. Weet je dat Johanna dag zoek geweest is? Hij was er alleen op uitgegaan, kon zich niet meer oriënteren. In het westen is het riet overal 2 meter hoog. Daar vermoeid? Oh, weer zo'n spreukenbordje. Gelooft u dat hier alles mensen gewoond hebben, meneer? Nou, dat is wel zeker. Die Zuiderzee heeft eeuwenlang steeds maar land opgeslokt. Maar dit bordje zal wel van een schip afkomstig zijn. Neem hem mee naar Kampen, Piet, met de grondmonsters. Wij moeten ook weer verder op. In de drooggevallen Noordoostpolder was het onkruid welig aan tieren. Waren er 5 maanden na het droogvallen 20-tal soorten, na een jaar waren dit er ruim 200, waarvan riet het voornaamste en voor ontginning het lastigste was. Door tijdsomstandigheden werd riet een waardevol handelsproduct, zodat het de moeite waard bleek dit op grote schaal te gaan oogsten.
Soms waren de moeilijkheden zo groot dat men moest overgaan tot afbranden van het riet. De beste bestrijding van het riet en de aanloop tot het in cultuur brengen der gronden is de ontwatering. Daartoe worden sloten en tochten gegraven. Dit gebeurt met draglines. ...1900 kilometer sloot moest er gegraven worden. Dat is bijna de afstand van Amsterdam tot Rome. De lengte van de sloten is 800 meter en ze liggen op onderlinge afstand van 300 meter. Door dit netwerk van sloten ontstaan kavels van 24 hectare. Deze kavels worden weer grondiger ontwaterd door het graven van greppels van sloot tot sloot. De greppels komen, naargelang de grondsoort, onderling op verschillende afstanden te liggen van 8 tot 24 meter. Aanvankelijk moest dit greppelen met de hand gebeuren. Bij het vaster en rijper worden van de grond kon overgegaan worden tot het gebruik van machines. Daartoe werd in eigen werkplaatsen een greppelploeg geconstrueerd. Wat 4 mensen in een hele werkdag presteren, doet deze greppelploeg in 6 minuten. Zo moest 13 miljoen kubieke meter greppelgrond verzet worden. Dat wil zeggen dat iedere inwoner van Nederland meer dan 100 emmers zand zou moeten versjouwen. In de Noordoostpolder heeft men natuurlijk een doelmatige methode bedacht. Omdat greppels veel hinder veroorzaken bij de bewerking van het land en haarden vormen voor verspreiding van onkruid, moet na enkele jaren een drainagesysteem aangelegd worden. Hierdoor komen al deze greppels te vervallen en ontstaan weer mooi aaneengesloten stukken grond van 24 hectare zonder onderbreking. De bestaande greppels worden uitgediept en hellend gemaakt van het midden van het land naar de sloot toe. Het ondergrondse drainagesysteem moet tientallen jaren feilloos kunnen functioneren, zodat aan het werk zeer hoge eisen moeten worden gesteld. Zakken. De helling bijvoorbeeld mag geen grotere afwijking vertonen dan 1 centimeter op de 150 meter. Dit eist een zeer groot vakmanschap van de mensen die dit werk moeten uitvoeren. Van de omvang van het netwerk van draineerbuisjes krijgt u een indruk wanneer u weet dat voor de drainage van de totale polder ongeveer 120 miljoen buisjes nodig zijn, wat bijna overeenkomt met de omtrek van de aarde. Door de slappe ondergrond kunnen de buisjes niet terstond gelegd worden. Waar veen in de ondergrond aanwezig is, wordt de tijdelijke drainagemethode met rietbossen toegepast. Ten slotte worden dan de met rietbossen of buizen gedraineerde greppels dichtgeschoven met graders. Dan wordt de zware rietzode met ploegen, eggen en schijfeggen aangepakt en fijn gemaakt om de grond in cultuur te kunnen brengen. Zo werd 48.000 hectare aarde der zee ontrukt en gemaakt tot vruchtbaar land.
Voor het zover is dat de grondsoorten van elke kavel in de polder in kaart gebracht kunnen worden, moet er heel wat gebeuren. Duizenden en duizenden grondmonsters moeten worden onderzocht. En dit alles is alleen mogelijk door rationalisatie der onderzoekmethoden. Op het laboratorium heeft men verschillende van die methoden zelf moeten uitdenken. Zo is het van veel belang te weten of de drooggevallen poldergrond direct geschikt is voor alle cultures. Daarvoor moet men bijvoorbeeld het chloorgehalte van de bodem kennen. Van een voorbereid grondmonster kan men thans langs elektrometrische weg in enkele minuten tijd het chloorgehalte bepalen. Aan de hand van het chloorgehalte kan men weer vaststellen welke gewassen de eerste jaren voor verbouw in aanmerking komen. Met de vlamfotometer is het bijvoorbeeld weer mogelijk zeer snel het natriumgehalte te bepalen. Weliswaar is er een belangrijk verschil met de Wieringermeer die van zout water tot bouwland werd, terwijl de Noordoostpolder jarenlang bedekt is geweest met het zoete water van het IJsselmeer, toch is het ook nog van belang het gehalte aan keukenzout te kennen. Men moet echter nog veel meer weten. Men moet weten of de nieuwe grond voldoende kalkvoorraad heeft. Hier wordt het kalkgehalte bepaald. Men moet weten wat is de grond waard die boven water is gekomen. Hoe zwaar is deze grond? Is het zware of lichte kleigrond, lichte of zware zafel? Bepalend is het slipgehalte dat hier wordt vastgesteld. En zo leren we allerlei eigenschappen van de bodem kennen. De grond is echter niet alleen een chemisch laboratorium, maar ook en in de eerste plaats een biologische gemeenschap. In de Noordoostpolder, die vele eeuwen zeebodem is geweest, is het bacteriëngehalte van de bodem voorlopig nog niet op het gewenste peil. In deze kolfjes worden miljarden bacteriën zorgvuldig gekweekt en verzorgd. Hier onder de microscoop ziet u ze, onmisbare medewerkers bij het stofwisselingsproces van de gewassen. Dit is een rijnkultuur van wortelknolbacteriën. Ze heten zo omdat ze knolletjes vormen aan de wortels van vlinderbloemigen. Die knolletjesvorming is van belang voor stikstofleverantie aan de bodem, doch bovendien is de groei van planten die geënt zijn met bacteriën aanmerkelijk beter. Ten slotte worden de bacteriën verder gekweekt in grote transportbussen die straks naar de polder gaan om de zaden van verschillende klaversoorten te enten. Dat wil zeggen, voor het uitzaaien wordt het zaad grondig vermengd met de gekweekte bacteriën. Daar alle percelen in de ontginningsperiode minstens eenmaal een gewas voor groenbemesting moeten dragen, is deze enting voor de rijping van het nieuwe land van groot belang. Al had de grond dan niet de gewenste bacteriën, verrassingen stonden ons wel te wachten. Een gegraven sloot is soms een boek dat een bewogen verhaal kan vertellen. Ver voor onze jaartelling was het gebied van de Noordoostpolder een lage heide. We vinden deze laag met resten van de plantengroei duidelijk in het slootprofiel afgetekend. Langzamerhand is dit landschap verdronken en veenvorming trad op. Bij de latere vorming van het Flevomeer is deze veenlaag vaak weer weggeslagen. Doch door het water werden nieuwe afzettingen gedeponeerd. In deze lagen vinden we als herkenningstype de zoetwatermossel Unio. Doch het water verzoutte snel toen de Noordzee bij de Waddeneilanden doorbrak. En in de afzettingen van het zoute water vinden we dezelfde schelpen, voornamelijk mia's, die we nu nog op onze wadden aantreffen. Zo zette de zee vele eeuwen lang zijn lagen af, zoals voordien ook het zoete water de bodem vormde. Voor ons is dat wat de zee bracht het belangrijkste, want dit is de vruchtbare aarde van onze bouwvoer. Ook mensen hebben hier hun sporen achtergelaten. Vele schepen vonden er hun graf. Als we ze weer vinden, worden de lagen die we moeten doorgraven tot de bladen van een eeuwenkalender die ons vertellen van een nooit aflatende strijd met het water. De archeoloog kan u precies vertellen dat dit schip is vergaan in het begin van de 17e eeuw. Zo kan hij aan de hand van zijn vondsten nauwkeurig de ouderdom van een bepaalde grondlaag vaststellen. Ook vele menselijke nederzettingen heeft de zee weggevaagd. Daar is de geschiedenis van het eiland Schokland. In 1859 bij koninklijk besluit het eiland door de bevolking moest worden ontruimd.
sedertdien slonk het weg tot de vorm waarin het nu nog in de drooggevallen polder ligt. Daar zijn ook plaatsnamen in vergeelde charters en goederenlijsten van kloosters. De nederzettingen werden door de zee verzwolgen en niemand weet hun juiste ligging. Het is nu de bedoeling dat dergelijke historische namen blijven leven in de namen van de dorpen van het nieuwe land. Die dorpen, ja, dat is een beetje ingewikkelde geschiedenis. In een ouderwetse polder trok men een aantal loodrecht op elkaar staande lijnen. Dat waren wegen en kanalen. En op een of andere willekeurige plaats kwam daar aan een dorp te liggen. Bij een moderne droogmakerij als de Noordoostpolder gaat men van heel andere principes uit. Het wegennet bijvoorbeeld sluit aan op de bestaande verbindingen van het oude land en het is centraal gericht op de geprojecteerde hoofdplaats. De ligging van de dorpen is niet willekeurig. Ze is van tevoren nauwkeurig bepaald, we zouden wel kunnen zeggen berekend. Elke bevolkingskern heeft een bepaalde invloedcirkel, een actieradius, die zo weinig mogelijk doorkruist mag worden door die van een naburig centrum. De polder moet eigenlijk één geheel zijn van mooi aaneensluitende invloedssferen rondom de centrale invloedssfeer van de hoofdplaats Emmeloord. Ook met de invloed van de plaatsen op het oude land moet rekening gehouden worden. Dit alles geldt voor primaire voorzieningen zoals bakkerijen, slagerijen, kruidenierszaken enzovoorts. Voor voorzieningen van hoger orde strekt de invloed van Emmeloord zich over de hele polder uit. De dorpen dragen van den aanvang af ook een verschillend karakter. Uit de bodemgesteldheid vloeien namelijk verschillen in bestemming van de grond voort. Aardig is het ook te weten dat we reeds terstond met vrij grote stelligheid konden vaststellen hoe groot bijvoorbeeld 15 jaar later de bevolking zou zijn van Emmeloord en hoe groot die van Marknesse en Luttelgeest en welke kleine industrieën zich zouden gaan vestigen in Marknesse in afwijking van bijvoorbeeld in Ens. En dan problemen als deze. Hoe groot maken we de school van Rutten en hoe groot het kerkhof van Emmeloord? Aanvankelijk bestonden de toekomstige dorpskernen slechts als barakkenkampen. 27 van dergelijke kampen werden er in de polder ingericht. Hier wonen de pioniers die samen een polder bouwen. Uit alle oorden van het land zijn ze gekomen. Ietsen Verweda uit Seksbieren. Marinus Elenbaas uit Biggekerken. Kees Duporto van Tessel. Albert Ros uit Bleierheide. Jan Lucius uit Ulvenhout. Willem Bartels uit Erika. Leen Burger uit Beverwijk. Onno Schuitema uit Winschoten. Of het hier is uit te houden? Nou ja, er wordt wel hard gewerkt, maar ze worden ook goed verzorgd. Ja, die boerderijen.
Daarvan komen zo'n 2000 in de polder. En hier hebben we weer zo'n Noordoostpolderpuzzel. Zo'n kapitale boerderij als deze, het oorspronkelijke voor de polder ontworpen type, werd al spoedig niet meer gebouwd. De nieuwe landbouwmachines laten een ander type toe, waarbij met minder tas ruimte kan worden volstaan. Bovendien zou de bouw van de gebruikelijke grotere typen met het beschikbare aantal vakarbeiders een programma vergen van tientallen jaren. Dit leidde tot montagebouw, waarbij het mogelijk wordt iedere dag een boerderij kant en klaar op te leveren, zodat in 8 jaar de 2000 boerderijen die de Noordoostpolder nodig heeft, gereed zullen zijn. De exploitatie van dit nieuwe land wordt zo lang voor rekening van de staat uitgevoerd, tot met zekerheid kan worden aangenomen dat particulieren niet meer dan een normaal risico te dragen krijgen. Eerst dan wordt overgegaan tot uitgifte van bedrijven. Zo zullen de vele miljoenen die aan dit werk zijn besteed, voor het Nederlandse volk hun rijke vruchten afwerpen. Het is hier knap veranderd, meindert. Mijn grootvader Zaliger woonde hier op Schokland. In één nacht is zijn huis met heel zijn hebben en houden in zee verdwenen. Wij moeten de aardewerkfondsen die hier in de Noordoostpolder gedaan worden, die moeten wij in 2 grote groepen verdelen. En van beide groepen komt nogal vrij wat materiaal voor. Maar die beide groepen die zijn dan zo te verdelen dat een gedeelte afkomstig is van de oorspronkelijke bewoners. Van de mensen die hier vroeger in kleine dorpjes en kleine nederzettingen geleefd hebben. En de andere groep, dat veel later dateerbaar is, is aardewerk dat meest van schepen afkomstig is. Dit bord stamt uit het einde van de 17e eeuw. En het is waarschijnlijk afkomstig van een schip dat hier in de buurt van Nagel is vergaan. Zoals zoveel. In de polder werden tot nu toe al meer dan 100 scheepswrakken gevonden.